en naast ons zit Albert Wuiten, voorzitter van de filatelievereniging in Meppel. Albert, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent gisteren naar de beurs geweest, de filateliebeurs in Barneveld. Ja, er zijn aan het einde van het jaar zijn er een aantal beurzen, waaronder eentje in Barneveld. En daar ben ik gisteren geweest. Het was gezellig druk. Het viel mij mee dat er zoveel mensen waren, want de tendens was toch de laatste tijd dat het wat minder werd. Maar nee, het was gezellig druk. Er werd... je moest weer een stoel zien te vinden om erbij te gaan zitten. En ik heb weer heerlijk kunnen zoeken. En nou zeg je Albert, het was nu weer gezellig druk. Dat was voorgaande jaren wat minder, zeg je? Ja. Waar lag dat aan, denk je? Ja, nou, er zijn twee redenen. De economische redenen. Mensen die kunnen het geld maar één keer uitgeven. En bovendien, die hobby die wordt voornamelijk beoefend door wat ik noemde grijze golf. En ja, er komen er weinig meer bij, maar er gaan wel meer af. Er komen dus steeds minder mensen die weer postzegels gaan zoeken. Of dat ze niet meer naar een beurs toe kunnen. Dat ze dat lichamelijk niet meer kunnen. Dus je zag de laatste jaren dat dat minder werd. Ook bij onze eigen beurs hebben we dat een beetje gezien. Mm-hmm. En ook daar merk ik dat het weer anders wordt. Het trekt weer aan. Er komen weer mensen, meer mensen. Ze gaan zitten zoeken, ze gaan zitten kijken in de, en desnoods in vijf minuten, of vijf uren, vijf centen boeken, dat maakt niks uit, hè, als ze maar zitten te zoeken. Albert, de postzegels van de guldens, zeg maar, die zijn ongeldig voor gebruik in de toekomst. Dus, wat heeft dat voor gevolgen voor de filatelie? Nou, ze zijn dus niets meer waard. In het verleden... Ja, op papier niet meer. Ja, ook, nee, maar je krijgt er ook nauwelijks meer geld voor. Kijk, in het verleden waren een hele hoop mensen die kochten die zegels op. En masse, dat ging dan per 100, 200.000 euro. En die hadden een of ander adres waarvoor ze postzegels op brieven op enveloppen plakten. Hè. Dus mensen die regelmatig post moesten verzenden. Nou, dan zorgden zij dus dat ze goedkoper die postzegels erop plakten. En daarbij waren tevreden. Hè. De verzender die hoefde minder te betalen. De man die plakte, die verdiende er iets aan. Maar dat is afgelopen, dat kan niet meer. Dus niets meer waard. Is het dan niet dat de filatelie mensen zeg maar enorm geprotesteerd hebben tegen zoiets? Want je verzamelt jarenlang, het heeft een bepaalde waarde en ineens wordt het tot nul gereduceerd. Dat is toch heel vreemd in mijn ogen. Dat is met geld toch ook niet dat het zo ineens helemaal niks waard is. Ja, dat is ook de bond en ook de Vereniging van Postzegelhandelaren hebben ook een kort geding aangeschaft. Ze zijn naar de rechter gestapt. Maar ze hebben het verloren. Dus ja, kijk, die mensen, die handelaren, die kunnen dus behoorlijk hoeveel in hun geld of postzegels afwaarderen. Albert, een nieuwjaarswens. Heb jij een nieuwjaarswens? Ja, natuurlijk. Ik wil natuurlijk al die mensen die daarmee bezig zijn een heel goed filatelistisch jaar toewensen. En ik hoop dat ze nou net dat één zegeltje zullen vinden wat ze nog missen. Ja, laten we dat op inderdaad. En niet al te duur dan, hè? Nee, precies. Nou. En natuurlijk, en voor iedereen natuurlijk heel veel gezondheid. Maar dat wordt ook steeds belangrijker op deze leeftijd voor ons. Ja. Absoluut. Albert, bedankt voor je aanwezigheid. En wij wensen jou natuurlijk precies hetzelfde. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt, hè?